Er zijn intussen al 4 reuzenkwallen gevonden. Niks van zien, kelwezi, maar nee. Ik geloof het niet. Nee? Nee. Moet je eerst zien, hè? Eerst zien. Eerst zien, dan geloof ik. Wel een heleboel kleine kwallen. En daar zitten zij barstens vol van. Het zijn nogal pannenkoeken. Ja, nou, geef maar een pannenkoek. Ja. Dit is een gewone kwal. Die heeft mazzel, want die leeft nog. En dit is een reuzenkwal. Gevonden in de onderzoeksfuiken van het NIOS. Ze worden ook wel zeepaddenstoelen genoemd. De kwallen van deze soort, dat is de zeepaddenstoel die we normaal vinden, die worden maximaal iets van 35 centimeter. Maar deze, degene die we nu vingen, die was een halve meter in diameter. Dus dat was wel echt opvallend. Normaal halen de dieren de zomer niet. Maar dankzij de milde winter konden ze doorleven en doorgroeien. Dat is vooral heel verrassend dat ze zo vroeg in het jaar zijn. Want ik had zelf nog nooit zo'n groot gezien van deze soort ook. Dus heel blij om dat... Om dat te mogen meemaken dan. De dode reuzen zijn niet gevaarlijk. Als u er een vindt, gewoon laten liggen, de natuur ruimt zelf op. Wel graag even melden bij het NIOS Texel.